Welkom bij Kapels Column. Er zijn nu geruchten dat er een nieuw type virus, maar dan niet spontaan is ontstaan, maar gemaakt in een lab in Boston, wat heel erg dodelijk zou zijn. Is dit weer een broodje aap? Is het weer een bangmakerij of is het werkelijkheid? En is het een synthetisch geheel of wat is het allemaal? En laten we daar eens even naar kijken. Er zijn twee artikelen heel recent, één 10 dagen geleden en de andere 4 dagen geleden, die heel definitief aangeven wat er allemaal mogelijk is om met coronavirussen te knutselen. Het is dus zoiets als ja, creatief met virus. Laten we eens even gaan kijken. We gaan het hebben over maakbare virussen. De DNA-technologie vandaag de dag is zo ver gevorderd dat je heel makkelijk stukjes DNA aan elkaar kan koppelen, dat je van verschillende onderdelen iets bij elkaar kan zetten. En het is zelfs ook zo dat je genen van de mens in de muis kan inbrengen. En dat speelt ook in dit verhaal een rol, omdat het target voor het coronavirus een menselijk eiwit is, het ACE2, hebben ze dat in muizen ingebracht en hebben op die manier een model gemaakt of een virus wel of niet gevaarlijk is. Als we nu gaan kijken naar een tijdje terug, hebben we gemeld dat de pangolin, dat is dat schubbedier, die heeft een bepaalde combinatie van 4 aminozuren, PRRA, proline, arginine, arginine en alanine. En deze code die in het SARS-CoV-2 zit, maakt dat die extreem besmettelijk is. Nou werd gezegd dat SARS-CoV-2 een combinatie is van niet alleen de pangolin, maar ook de vleermuis. Maar beiden hebben die sequentie niet. En wat er wel heel duidelijk is, dat in het lab je dat erin kan plakken. Nou, er zijn een hele hoop aanwijzingen dat het virus niet van de Wuhan-markt komt, maar van het lab. Maar het gaat nu nog veel pittiger worden, dus ik zou zeggen, fasten your seatbelts. Het recente artikel, Endonuclease Fingerprint Indicates a Synthetic Origin of SARS-CoV-2. Wat wil dat zeggen? Dat als je een virus knipt met een bepaald enzym, en er zijn er een hele hoop van, krijg je een bepaald knippatroon. En als iets synthetisch in elkaar gezet is, vind je dus een ander patroon dan dat iets biologisch is ontstaan. Hier heb je bijvoorbeeld een origineel stukje DNA. In blauw, dat heb je geknipt met dat enzym. Geel is iets anders. En als je dit gaat combineren, dus je plakt dus stukjes DNA aan elkaar, dan krijg je dat je twee delen combineert die eigenlijk niets met elkaar te maken hadden. En op die manier kan je stukjes aan elkaar plakken. En als je dat gedaan hebt, dan kan je kijken van waar zijn welke stukjes en hoe groot is dat. Om nu een lang verhaal kort te maken, deze analyse van het SARS-CoV-2, dus waar is geknipt, wat is aan wat gezet, hoe is hoe en welk deel is wat en wat en waar. Als je dus dit gaat bekijken, hoe dit in elkaar geknutseld is en hoe de natuurlijke COVID-virus in elkaar zijn, dan laat dit artikel maar één duidelijk iets over. Het COVID-19 is gewoon gemaakt. Maar nou wordt het nog vervelender. En dit is iets van 4 dagen geleden. En dit zoomt nu rond als iets van, ja, er is nu een heel gevaarlijk virus gemaakt in Boston. Dat is echt daar gemaakt. Dit artikel beschrijft hoe of wat. En om een lang verhaal kort te maken, het originele, maar ook synthetische virus wat in Wuhan is verschenen, is gecombineerd met een stukje van het Omicron. En hierbij was dat er een bepaalde mate van besmettelijkheid en ook
gevaarlijkheid, dus hoeveel mensen hebben hier last van. Bij Omicron is de besmettelijkheid weer heel anders, maar weer minder sterfgevallen. En er zijn dus allerlei aspecten aan zo'n virus. Dus hoe snel verspreidt het en hoe dodelijk is het? Nu hebben ze in Boston, heel recent, en dat is dus nu officieel gepubliceerd, een combinatie gemaakt van een stukje Omicron met een stukje Wuhan. En nou blijkt het volgende. Dat als je dit gaat testen in een muizenmodel, waar een menselijk eiwit is ingebracht op een manier die vergelijkbaar is met een mens qua activiteit, dan als je die infecteert met Omicron, wordt het beestje een beetje gammel, maar is absoluut niet fataal. Er sterven geen muizen, ze zijn heel even een beetje ziek, dat is het. Als je ditzelfde doet in dit model, met dat nieuwe synthetische COVID-virus wat in Boston is gemaakt, en dus in die transgene muizen, dus die muizen met dat menselijke eiwit, wat de target is voor ook dit virus, dan sterft 80%. En ja, ik weet niet wat u ervan vindt, maar de vraag is, wordt het niet eens tijd om ons af te vragen, laten we dit gebeuren? Mensen, ik vind dit extreem zorgwekkend. Het flauwekulverhaal van de Wuhan-markt en, oh god, we kunnen er niks aan doen en het is ons overkomen, is helemaal onderuit gehaald. Er zijn meerdere publicaties die dat al aangaven. Alle onderzoeken van officiële zijde zeiden, ja, we kunnen het niet uitsluiten. Nou ja, als zoiets gezegd wordt, dan weet je dat het al wat het is. Maar nu met het hele recente stuk, wat de fingerprint is, die aangeeft dat het absoluut synthetisch is en niet via spontane mutaties. Dus het Wuhan-virus is zo synthetisch als ik weet niet wat. En als je dan met de mutanten, de nakomelingen van dit synthetische virus, weer nieuwe combinaties maakt die ook weer allemaal niet kunnen, ja, dan begint het toch langzamerhand wel heel erg vervelend te worden. Het is onbegrijpelijk dat iedereen dit maar zorgeloos laat gebeuren. Ik zou willen dat er nou echt eens een keer een zinnige actie en niet een wappie versus non-wappie. En laat al die mensen die de ene groep de andere niet het licht in de ogen gunt, laten die nou eens gewoon samen bij elkaar komen en zeggen, jongens, laten we eens ophouden met die flauwekul. Want er zijn nog veel meer hele vreemde dingen aan de gang. Maar lieve mensen, we blijven positief. De toekomst wordt redelijk onder druk gezet. Maar tegen druk kan geen kwaad. Het gaat u goed.